Pogingen om iets te voelen. Pogingen om iets te voelen. De eerste aanraking. Ik droomde dat ik 15 was. Ik lag in het gras en sabbelde op de wijsvinger van een klasgenoot. We kreunden. Het was niet seksueel, maar zoals je kreunt als je je uitrekt in de zon of na een lange dag in een schoon gewassen bed stapt en iemand je vastpakt. Vooruit. Vooral dat blote handen op de zachte delen van je huid die warmer zijn dan buiten. Warmer dan wat je met infrarood kan zien. Er zijn woorden waarvan ik de werking alleen overdrachtelijk ken. Infraroodcamera. Curveball. De stad valt om me heen in een miserbui. verboden hier te dansen, op het krijtbord naast mijn bed. Het jaar mept en mept en mept en mept en mept en mept. De tweede aanraking. Uit de panelen van deze stad tekent zich een kunstenaar af, die me vertelt over de modernisten... Die in Nederland nooit hebben bestaan, omdat de eerste wereldoorlog hier niet speelde, voor ons. Het is een uitgesponnen vertoning. Ja, zeg ik. Ja, zegt de kunstenaar. Ja, 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 tot ik geen ja meer zeg. Maar en nee of dan? En de kunstenaar verdwijnt. Applaus. Maar ik heb nog niet gedanst. Er loopt een glitterpaillettenkeppeltje voorbij, even paarsblauw als onmogelijk. Ik ken de juiste woorden niet. Dat lijkt op magische krachten. De derde aanraking. Nu loopt alleen een meeuw nog mee, synchroon met de muziek. Kom hier, fluister ik. Op de stoep beweegt nog niets. Nu er geen toeristen zijn in de 13e eeuwse tempel van Lopburi, Thailand, hebben de inheemse makaken zich verenigd in rivaliserende gangs. Ze jagen over straat als dames door de bijenkorf achter een yoghurtbakje aan. Ik kan het de metafoor niet kwalijk nemen dat ze seksistisch is. Net zo min als ik het helpen kan dat hier alleen maar meeuwen zijn. Waar zijn mijn frieten? krijzen ze. Cirkelen door de glasscherpe lucht. Kom op mijn vuist zitten, schreeuw ik terug. Dan gaan we op jacht. Maar de meeuw is een meeuw, die hoort heel iets anders. De vierde aanraking. Met een dirty chai latte zit ik op het terras en probeer me te herinneren hoe het voelde om plakkerig van Andermans zweet thuis te komen, duizelig boven de smerige wc te hangen, naar de spiegel te lopen als over een touwbrug, rode ogen. In een rood gezicht. Het was een religie. Ik ging er naartoe om te bidden. Met mijn pelvis zei ik: Amen, Amen. Soms werd ik gehoord aan de andere kant van de kloof. Het was een wonder dat ik heel thuis kwam. Met brandschone handen hou ik de mok als een talisman en kijk naar de andere gelovigen, een vertoning in een lege bioscoop. We zien elkaar en weten wat we denken. Etalages kunnen schilderijen zijn, karakter een verdienmodel. Niet lachen. Echt is een rekbaar begrip. De mensen cirkelen rond dit gedicht in al hun mogelijkheden. Ze krijzen. Maar ik heb geen friet, en ik weet niet of ik het verstandig vind om die te gaan halen. De vijfde aanraking. Paul had geen last van ethische overwegingen, zoals de sector steunen met je ticket versus het verder verspreiden, het fiat van je vrienden versus evengoed verdienen. Hij zocht simpelweg een uitgang in acrobaten, in trommels, in contrast. Paul had dan ook daadwerkelijk iets meegemaakt waaraan hij moest ontsnappen. De zesde aanraking. Vroeger keek ik neer op kunstenaars die gewoon maar een beetje door de stad dwalen en opschrijven wat ze zien. Nu zie ik alles. Alsof ik voor het eerst de spijlen van mijn box vastpak, er tussendoor kijk, de glanzende koksmessen aan magneten, het gezicht van mijn vader en zijn bril. Pokébol, ik spreek de taal niet. Opgebroken kamers achter beletterde ramen. De lege bioscoop is een zaal vol keramieke arenden, stenen leeuwen, zuilen en iemand die waardig mijn kant op kijkt in een rode jurk. Pokébol, pokébol klopt het en ik begin te dansen. Leg je hand op mijn schouder. Ik vraag het niet nog eens. Leg je hand op mijn schouder. Beeld je een hand in op mijn schouder. Luk een losse haar uit mijn hals, vang een bal uit de lucht. De muziek is verdwenen, als een meeuw. Blijf bewegen.